You used to. Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en deze ochtend heb ik weer eens een telefoongesprek gehad met de verzekering. Kijk er even naar. Ja, het heeft te maken met schade, dus ik weet niet, want diegene heeft dan notities geplaatst en die zou dan terugreageren naar mij toe, wat niet is gebeurd. Dus daarom bel ik even om verhaal te halen. Oké. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met de heer Koekhoor. Als het goed is, heb ik met u afgelopen week al gesproken. Was u al te zien dat gebeld? Even kijken hoor. En ik verwachtte een mailtje met daarin, zeg maar, tijden waarop we dit konden bespreken met iemand die dit wel zeg maar, op dit moment kon behandelen, maar dat is nog niet binnengekomen bij mij. Want ja, ik weet niet, ik wacht er gewoon, weet u wat het is? Ik wacht gewoon heel langer op ik wil... Ja, het heeft te maken even met de drukte hier op de afdeling, gewoon met de zomerperiode. Ja. Hij staat nu, even kijken hoor. Ja, het wordt vandaag behandeld, ik ga nu even een notitie maken of ik loop even naar mijn collega toe om dit direct op te pakken. Ja. Je moet er zelf achteraan gaan, mensen. Ik heb tegen ze gezegd, ik verwacht een mailtje. Niet binnengekregen. Ik wacht nog steeds op deze shit, want door deze shit registratie op mijn naam... Ja, krijg ik alleen maar hoofdpijn en problemen, mensen. Dus... Ik belde omdat ik gewoon vond dat het te lang duurde. Ik bedoel, een mailtje sturen van wanneer we jou kunnen bereiken om deze zaak te behandelen. Kom op, dat moet toch veel sneller gaan. Je hoorde het zelf. Ja, het is druk. Nee, moet je meer werknemers aannemen? Dat zeg ik altijd. Als het te druk is, moet je meer werknemers aannemen. Zo simpel is dat. Genoeg mensen die hier in Nederland werk zoeken, neem werknemers aan. Maar goed mensen, laat dat even terzijde. Ik zit nu weer in de auto. Het is vroeg. Het is 9:45 in de ochtend. Voor mij is het vroeg. En ik ga nu richting Amsterdam. Ik heb daar een afspraak. Ja mensen, ik heb vandaag een oude shirt aan. Waarom zeg ik oud? Dat is omdat ik deze shirt al 5 jaar heb ofzo. En vroeger was hij veel te groot voor me. Zat hij helemaal zo over mijn benen zo helemaal heen. Leek op een jurk. En nu past hij gewoon precies en hij leeft nog steeds. Kijk eens, Den Haag en Mattie. Den Haag, deze had ik gekocht op Koninginnedag in die tijd. Nu is het Koningsdag, in die tijd was het Koninginnedag. Sterk hè? Sterke aanwezigheid mensen. Laten we er gewoon een mooie dag van maken. Laten we dan maar beginnen. En ik zeg vol. Lekker wakka. Door mooie bosgebiedachtig iets. Ik ben in Amsterdam. Je zou niet geloven dat dit Amsterdam was. Maar dit hoort dus blijkbaar bij Amsterdam. Is gelijk de eerste afslag naar Schiphol. En ik heb hier zo mijn afspraak. Hier schijnt een restaurantachtig iets te zijn. Dus ja mensen, lekker lopen door de natuur. Ik heb dit soort dingen lang niet gedaan man. Echt lang niet. Oef, het is wel warm. Het is wel eigenlijk warm. Ja mensen, ik kom net van mijn afspraak vandaan in Amsterdam. Ben alweer hier, bijna in Den Haag. Net op de drempels. Ik rijd nu door het Wateringsveld mensen. Ja, af en toe pak ik gewoon deze route expres helemaal met dit prachtige weer, weet je. Gewoon, het zie gewoon prachtig mensen, echt waar. Ondanks de tegenslagen die ik nu een beetje heb in mijn leven, weet je. Kijk, voor mij zijn het tegenslagen. Maar achter de schermen gebeuren heel veel dingen, snap je. Dus er zijn achter de schermen een paar tegenslagen. Ondanks al die tegenslagen blijf ik gewoon keihard werken en keihard grinden om op een dag gewoon mijn huisje hier te hebben in Wateringsveld. En ik hoop dat het heel snel kan, weet je. Gewoon, ik bedoel, mensen, kijk gewoon om jullie heen. Kijk hoe mooi. Kijk, hier kunnen kinderen spelen. Hier kunnen jouw kinderen kunnen gewoon zonder problemen opgroeien. Daarachter heb je winkelcentrum. Kijk die huizen. Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Wie zou hier niet willen wonen? Ja, eerlijk gezegd zou ik niet aan deze kant willen wonen, maar verderop. Wacht even. Kijk hier zo aan het water. Waarom niet? Kijk hier zo. Kijk hoe mooi mensen. Kijk hoe mooi. Kijk. Water, parkje. En nooit vergeten waar je vandaan komt mensen. Nooit vergeten. Nooit vergeten hoe jij bent begonnen. Wat je eerst had. Dat moet je nooit vergeten. Veel mensen vergeten dat. Wanneer zij weer toch een beetje grotere dingen gaan doen en zo. Vergeten mensen dat waar ze vandaan komen. Mij, je ziet mij nog steeds waar ik ben. Je bent nog steeds met dezelfde mensen. Maar maakt het niet uit waar. Toen ik in Den Haag ben aangekomen, heb ik... Ik veel dingen gedaan. Echt mensen, ik ben op en neer gereden. Telefoon, naar WhatsApp, naar papapap. Ik kwam thuis helemaal gaar en warm aan. Viel in slaap. Ben nu wakker. Ik was gisteren als ik om 4 uur of zo in slaap gevallen. Of 3 uur volgens mij, ik weet niet eens meer. En alleen vroeg opstaan, snap je?
Oef, deze portiek is lekker cool, jongen. Maar ja, toch, mensen, dat is de Libby. Ik kreeg gewoon een bal mee. Ik weet niet eens of we gaan voetballen of zo. Is maar wel leuk om mee te nemen. Ik ga richting Algi. Even kijken, man, wat we nog kunnen doen. Snap je? Ik wil gewoon even rustig chillen, even ontspannen. Toch even rustig aan, hoor. Rustig. Niemand. Kalmos, kalma. Pof! Skoto. Zoeken. Ze zoeken jou. Alles dat rijdt niet als. Dit is de zevende rondje. Ze zoeken iets. Okay. Mensen, we hebben weer geen planning. We weten niet waar we naartoe moeten gaan. We weten niet wat we moeten doen. Zojuist rijdt er een volwassen man op een hoverboard langs zo. ik weet niet, gewoon het strand of zo. Ja, dat wil ik niet. Hebben we gisteren al gedaan, je ze? Nee. Hebben we gisteren al gedaan. Ja, is veel minder, is niks. Hey, wat is met deze helikopter, man? Zeg gewoon wie jullie zoeken. Ik laat jullie zien waar je naartoe moet gaan, bij wie je moet aanbellen. Hé, hey, straks zoeken ze mij of zo. Kijk, die helikopter. Check die helikopter. Gewoon, hij maakt cirkeltjes de hele tijd. We hebben hem gevonden daar. Ja hoor, ze hebben er eentje te pakken. Deze komt niet eens vanaf hier. Van hier. Het is een Belg. Maar dat maakt voor hun niks uit. Want hey, wij doen ons werk. En wij zorgen ervoor dat er minder criminaliteit is. Huh? Oeh, hij liet mij zoeken. Welke kant? Die kant. Dag nummer 2, mensen. Dat doet verveling met je. We zweten nu al, mensen. Tenminste, ik zweet nu al. Deze algie moest weer zo nodig. Een bal meenemen. En ja, als ik een bal zie, dan ik moet bewegen. Maar goed. Geniet, mensen, van dit. Kijk eens. Prachtige strand. Dat is weer een voordeel van bij het strand wonen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het ook vervelen. Gewoon soef, man. We hebben weer een paar mensen gevonden die nog niet vertrokken zijn richting Marokko. Iedereen, wat? Dit zijn de enige overlevenden van de Marokkanen hier in Nederland. De rest die zijn allemaal uitgestorven. Of die zijn teruggegaan naar waar ze vandaan komen. Terwijl ze eigenlijk gewoon hier geboren zijn, maar toch. Ik hoor mensen zijn naar Turkije gegaan en laten andere mensen anderhalf uur rijden. Nesim. Mo. Mik. Hey. Ze zijn Pokémon's gaan zoeken in Turkije. Dus. Heel broertje. Hoi, ik ben een man met rode t-shirt. En rijd met twee wieltjes op een voet. Hoi, wij zoeken Pokémon's. Gisteren? Je speelt eigenlijk. Ik speel niet, maar speel je? Nee. Speel jij? Die Pokémon bankje. Kijk, daar zijn mensen, zeg maar, die Pokémon aan het spelen zijn. Hier ook. Gisteren ook. Kijk, die vrouw daar, die meisjes. Iedereen gewoon. En zo naar Pokémon, je weet toch? Gotta catch 'em all, je weet toch? Ja, toch? Gisteren, wij liepen hier zo. Mijn batterij was leeg, dus ik kon niet filmen. Maar iedereen, gewoon, de hele bank was vol. Ja. Met Pokémon. Hier is dan waarschijnlijk een of andere stop. Nee, ik hoor, kijk daar ook. Ja. Kijk duin. Mensen zeggen, oh, kijk, deze is helemaal vol. Pokémon. Ja, dat wel. Weet je wat leuk is? Je kan mensen flashen. Je kan zeggen, daar verderop is je Zapdos. Iedereen gaat rennen, ja. Was geen pana, hoor. Wow, yo. Wil jij mij pana geven? Wow! Pak. Hij ging overal. Hey. Wie gaat er Maghreb? Cool nest in Maghreb. Algi, hoe is het daar in Saudi-Arabië? Algi, wat doe jij dan? Ik zei net ook al tegen Algi. Hoi, ik ben Algi en ik woon op de meest heilige plaats van de wereld. Ja, gewoon in Mekka bijna. Ja, nee, in Mekka. In Mekka. Hij woont daar. Hij heeft het daar heel goed. Ja. Maar ik ga toch terug naar de land met alleen maar Meshekin. School, Jozef, school. In Saudi-Arabië is er geen school, neef? Daar is toch ook school? Wel, maar niet zo goed als hier. Oh, niet zo goed als hier. Oh, nee. Volgens mij is het bruto inkomen in Saudi-Arabië 10 keer zo hoog als hier in Nederland. Ja, ze hebben daar geen bruto in. Ze hebben geen belasting. Beter. Hebben ze belasting? Nee, beter. Die koning wil niks. Die koning zegt, ik heb al genoeg. Het is voor jullie. We hebben hier genoeg olie, mensen.
Waarom moet ik nog jullie geld afpakken? Nee, Saudi-Arabië is heel anders dan je denkt. Dus. Echt waar? Heel... Slaan ze daar vrouwen? Tjoh. Niet dat ik het gezien heb of zo, maar... Het zijn wel mannen die mijn vrouwen slaan. Dus. Maar slaan ze dat met een klein stokje zo? Ik weet echt niet hoe, maar... Maar Algie, hoe weet jij dat zij dat slaan? Waarom maak je zo'n valse beschuldiging? Je zegt je hebt het niet gezien, maar je zegt het zal vast wel gebeuren. Ja, niet zo zeg maar live gezien voor mijn neus, maar heb het wel op YouTube gezien en zo. Oh, YouTube. Dus je moet alles wat op YouTube staat geloven? Ja, hebben ook vrienden. Oh, dus alles wat vrienden zeggen moet je ook geloven? Ja, moet je geloven. Dat is een foute constatering. Iedereen die nu in Marokko is, ja, geniet ervan. Maak jullie laatste geld op, kom weer een keer terug hier naar Nederland. Dan weer keihard werken. Like always. Like always. Iedereen kent het, mensen. Daar leven als koning, hier leven als slaaf. Dus dat is de leef, mensen. Ja, als je plastic dienst uit zijn geld hebt. Ja. Dat is echt een smerig gezicht, hè. Eeuw, is het warm. Hayek. Warm. Hayek. Voor de mensen die weten wat hayek is, betekent gewoon... overdreven warm, gewoon niet normaal. Gewoon alle ramen in deze kamer staan open. Ik ga licht zo uitdoen. Ik denk dat het ook gedeeltelijk door dat komt. Morgen wordt het nog warmer, mensen. Ik heb voor morgen een hele leuke planning staan. Ik ga de vlog hier ook afsluiten. Ik ben echt gewoon kapot, gesloopt, gewoon. Ik kan niks meer. Ik kan niet eens editen. Ik ga niet editen natuurlijk. Ik ga gewoon vroeg opstaan. Ik ga dan editen. Ik heb ook hoofdpijn. Hier begin ik weer te klagen. Maar goed, mensen, in ieder geval, ik wil jullie sowieso bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nog leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...